Ik ben ondernemer uit Den Helder vandaan. Ik ben ooit met, met de Tres Hombres begonnen aan duurzaamheid. Tres Hombres is het zeilschip. wat van A naar B zonder CO2 gaat. Daaruit vandaan hebben wij gedachten gehad. om een groothandel op te zetten. in maatschappelijk verantwoorde producten. Dat wilden wij eigenlijk doen. Door op een andere manier naar duurzaamheid te kijken. Dus uh, wat is nou eigenlijk een duurzaam product? Hè? Uh, wij dachten daarbij van hoe meer spullen je vanuit eigen omgeving haalt, van dichtbij, hoe duurzamer het is. Je hebt minder transportbewegingen. En uh, op die manier hebben we die groothandel opgezet. Uh, toen kwamen wij er ook achter dat uh, heel veel producten in de kop van Noord-Holland worden geproduceerd. Eigenlijk is Noord-Holland een, een, een fantastisch stukje grond met heel veel verschillende. Uh, bodem en grondstructuren, waardoor je ook heel veel verschillende producten hebt daar zo. En daar wilden we wat meer gebruik van gaan maken. En verder zagen we ook dat er uh, heel veel MKB-bedrijven zijn met heel veel innovatieve dingen op uh, duurzaamheidsgebied. Toen zijn we verder uh, uit gaan ontwikkelen het plan uh, de Helderse Hallen. De Helderse Hallen wordt een platform voor duurzame uh, producenten en bedrijven en diensten vanuit eigen regio vandaan. Dat wordt fysiek, dus uh, daar kunnen de producenten direct de consumenten benaderen. En wij willen dat zo ver doorontwikkelen dat we zometeen, uh, en dan eventjes op het gebied van voedsel, hè, voedsel is ook gezondheid, we willen zometeen eigenlijk een, een premium label voor uh, producten uit eigen streek gaan creëren, die direct uh, afzetmarkt vinden in, in de Randstad zodat we ook de balans tussen het platteland en de Randstad weer terug weten te vinden. En dat is eigenlijk het echte, uiteindelijke toekomstperspectief die wij met, met, met onze uh, duurzaamheidsagenda hebben, hebben gemaakt. En dat heet ook tuinen achter de duinen. Dat is onze werktitel daarin. Dus. Uh, ik vind het heel interessant om dat op deze manier op te zetten. Er zijn een heleboel aspecten die uh, belangrijk zijn om, uh, om dit voor elkaar te krijgen. En ik wil Den Helder graag als, uh, als pilotproject uh, gebruiken. Om zometeen klaar te zijn uh, voor, voor het grote werk voor de Randstad. Dus uh, wat heel belangrijk zometeen is, is hoe krijgen we uh, de traffic op gang naar Den Helder toe. Toch een prachtige stad, maar met een imagoprobleem. En uh, wij willen graag uh, positiever in het nieuws komen. Positiever naar de consument toe zijn en hopen dus ook gewoon mensen op weg te krijgen naar den helder toe. En dat is ook mijn vraag aan jullie. Als jullie ons daarbij kunnen helpen of jullie hebben daar ideeën over, dan horen we het heel graag.